Klaar? Ja. Oké, dan beginnen we. Ja. Stel je voor. Bert Janssens, 29 jaar. Afkomstig uit Gistel. Ik heb 19 afleveringen op gewacht. Omdat ik, ja, ik denk al iedere keer. Stel je voor. Ja. Jij zult aangenaam. Mijn hobby's zijn muziek en badminton. Heb je huisdieren? Ja, één poes, snorretje. Wauw. Welkom, Bert. Dank je wel. Stel je voor, Serena Jari. Mijn naam is Serena Jari, ik ben 29. Ik ben geboren in Brussel. Ik woon in Vilvoorde. Ik ben allergisch aan veel dieren. Maar ik wil wel ooit een kameel kopen. Oké. Okay. Ja. Stel je voor, Jani Casalsis. Ik ben Jani Casalsis en ik ben alcoholist. Welkom. Dank je. Maar het leek even zo. Heb je huisdieren? Ja, één hond. Cosmo. Cosmo, een Franse bulldog. Welkom, Jani. Dank je. Oh! Feest! Op de laatste aflevering. Hoeveel puur hypothetisch. Cheers! Verscheidene flessen belastinggeld later. Gaan we nu echt beginnen? Ja. Ja. Stel je voor, je moet een geniaal antwoord bedenken op een debiele vraag en alles is puur hypothetisch. In mijn club zitten, zoals gewoonlijk en voor de laatste keer, Serena Jari. Hallo. En Bert Janssens. Oh. Dit is een moeilijk en ook feestelijk moment. Hoe beleven jullie het tot nu toe? Ik denk dat mijn kleedje te groot is eigenlijk. Want... Ik denk dat mijn strik te klein is. Dat is redelijk lastig, want we hebben ook een bekende denker. En dat is vandaag Jari Casalsis. Hallo. Hoe gaat het? Ja, heel goed. Ik ben blij dat ik hier ben uitgenodigd. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik hier kom doen, maar jullie zien er al fantastisch uit. Dat is al goed. Ja. Een te grote jurk en een te kleine strik? Ja, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat jullie zien er echt allemaal heel goed uit. En jij ook trouwens. Dank u. Fien, ja, mooi in het glitter. Ja, dat is prachtig. Ja, ik vind nu echt jammer dat ik ook niet in glitter ben. Ik voel me een beetje underdressed bij jullie. Maar helemaal niet. Ja. Nee. Ja, dat is wel zot. Ja, dat is wel zot, hè. Puur hypothetisch. Stel, jullie hebben eindelijk ontdekt waarom het ouderschap zo zwaar is. Kilian? Het is allemaal de schuld van de kinderen. Kilian wilde daar alsjeblieft mee stoppen. Daarom richten jullie een concurrent op voor kind en gezin. Kilian. Met maar één doel. Kilian. Ervoor zorgen dat kinderen opvoeden geen moeite kost. Je maakt de papa heel ongelukkig nu. Hè. Eigenlijk, het welzijn van het kind doet er totaal niet toe. Alsjeblieft, Kilian, alsjeblieft mee ophouden. Wat zijn jullie nieuwe en onverantwoorde opvoedingstechnieken? Ik moest al direct denken aan Kind en Geen Zin. Ah, ja. Dat is misschien een leuke titel om onder te werken. Ah, ja, dat vind ik heb een vraag. Heeft er iemand hier kinderen? Nee. Niemand? Nee. Perfect. Nee. Dan kunnen we dat heel goed doen. Hebben jullie ooit al eens zo gebabysit of gedaan? Ja. Of niet? Ja. Ik heb dat ooit voor Jani Gaat moeten doen en ik had 5 kinderen. Echt zo 1 jaar, 2 jaar, die vrouw had echt... Ieder jaar geworpen. Ja. Ieder jaar, marathon. Dat was mannetjes. Zoiets kunnen niet zonder personeel doen of net niet. En had je daarvoor nog het idee dat je graag kinderen wou? Ja. En daarna? Niet. Nee. Dat is daar gestorven. Echt. Ja, dat is echt waar. Dat was zo... Dat zijn monsters. Allee, die kindjes waren lief, die kunnen daar niks aan doen. Hè. Snap je als je dat hoor. Maar die willen dan spelen. Die worden om 6 uur 's morgens wakker. Die ene heeft koorts. Daarmee gaan winkelen. Ene hangt aan je kar. Ik liet de deuren open van mijn auto. Ik vergat kinderen. Je bent in een constante waas van moeheid. Ja. Je hebt een kater zonder gedronken te hebben. Dat is kinderen hebben. Daarom zijn wij hier. Om na te denken. Om eigenlijk... technieken of zo aan te reiken, of tips en tricks, om het ook eens gewoon zonder moeite te doen. Niet zelf doen. Oké. Deeltijds, maar zo in het begin van de maand pak je planning, je agenda, en je kiest zelf zo de dagen dat je wel mama wilt zijn of papa, en de dagen niet. Of kun je een soort bibliotheek oprichten voor kinderen, voor zo de leuke momenten. Kinderen uitlenen, tot je zo... dat is een goeie, dat vind ik heel goed. En zo van, ik wil eigenlijk eens naar de zoo, maar ja, zonder kinderen is dat zo wat raar. Ja, ik ga een kind huren. Ja, en dan ook zo, tot je ook zei, een blonde, een met krulletje, dat hangt dan vanaf welke schoenen je aan hebt. Ja. Tot je een beetje... Eigenlijk zoals een chakos. Ja. Mannen met zo'n baby zijn wel kei sexy. Maar dan denk je, die heeft juist een kind gekregen. I don't care.
Allee, jawel. Maar dus ik ga ervoor niet zorgen dat ik toch even ga staren. Hè. Ah wel, maar als je nu weet dat dat een uitleenkind is en die man die wil gewoon zo voor uw neus zo komen. Maar, ik denk dat veel mannen dat ook effectief doen. Hè. Als je, vooral als je vrijgezel bent. Met zo'n petekindje of zo. Een baby en dan gaan wandelen. Dat is, maar dat is vrouwen ook vallen daarvoor. Dat is biologisch toch ook, hè? Niet? Dat, ja. Als vrouwen een man ik met een kind. Ik voel dat soms zelf in mijn baarmoeder, denk ik. Dat kriebelt. Ik voel zo van... Hey, maar even serieus, hè. Ik vind dat een goede businessplan. Hè. Ja, toch? Dat hoort gewoon bij daten. Ja. Gewoon een kind voor te verleiden. Oh, zo slecht. Ik zou dat meer gebruiken, deze techniek. Ja. Ja, dat is wel. Geen zin hebben in kinderen, maar de voordelen wel willen gebruiken. Gras afdoen kunnen die ook. Kuisen. Op een bepaalde leeftijd. Ja. Ah, dat is misschien van een bepaalde leeftijd pas. Weet je niet? Van als die al 18 zijn. Ja. Als die al iets kunnen. Ja, wel. Maar wij als kind in geen zin kunnen misschien iets bedenken waar we kinderen tot 18 een beetje verstoppen en bezighouden. Ja. En dan kun je kind 18, terug komen afhalen. Ja, je kunt je kind eigenlijk voor de goede dingen gebruiken, zoals naar de zoo gaan, badpakken passen. Okay. Je bent terug vrijgezel, je moet terug iemand verleiden. Dan kun je kind even gaan halen. En als hij 18 is, als hij echt al wel kan werken, de auto kan wassen, jobstudent, kan al geld binnenhalen, terug gaan ophalen. Top idee. Ik denk dat dat gaat marcheren. Wie gaat er die kinderen maken eigenlijk? Ah, wel, maar is dat niet je ding? Is dat niet de verlossing voor ouders die van hun kinderen af willen? Je steekt ze in de databank voor uit te lenen. Ja. Mm-hmm. En dan kunnen we altijd met het systeem werken van... dit weekend heb ik geen hoesting voor moeder te zijn, maar ik ga ze pas online zetten. En de mensen kunnen ze bestellen. Ze kom op, ik keer. Facebook Marketplace. Nee. Zo. Maar een nieuwe categorie. En wel borg betalen ook. Zo'n waarborgsje. En als dat dan zo met een schrammetje terugkomt, toch wat afhouden. Ik vind dat ook tegelijkertijd heel gemeen, want als je dan zo 100 euro waarborg moet geven voor een kind. Nu, je kunt ook wel een van 16 jaar... Hè, dan kun je zo'n coole skate-dad spelen. Nee, of stel, je wilt naar zo'n concert van BTS. Mm-hmm. Dat is niet echt van je generatie. Ah, wel, je wilt de muziek wel goed. Dus je pakt zo'n tiener mee. Ah ja, dat is wel of Ariana Grande. Ja. Allee, ik zou gaan, maar stel, je zet zo'n 50-jarige man die eigenlijk ook fan is van Ariana Grande, maar niet alleen wilt gaan. Ik zal mijn dochter meebrengen. Ah, ja. Nu, ik zou wel geen kind uitlenen aan een 50-jarige man. De screening. Ja, maar het is voor Ariana Grande. Nee. Dat zei de vorige nog. Oh. En van die hebben we de waarborg moeten intrekken. Zo. Puur hypothetisch. Puur hypothetisch. Als we aan uitleenkinderen gaan werken, wie moet die dan goed opvoeden? Dat is een wellnesskliniek-achtig iets. Oh. Maar dat moet zo heel chic ook eruit zien, met groen en zo. En die zitten in een kaskes. Zo, je hebt toch zo van die futuristische filmen waar zo mensen bewaard worden in water. Zo'n sleeping pot. Daarin. En dan schuif open. En je doet die open en dan zeg je, voilà. En die is dan kei blij dat hij nog eens buiten mag. Zo, dan heb je het minste last. Hè. Ja. Als je ze niet hoort of ziet. Ja, en opvoeding doet de computer. Dat is zo, die hebben allemaal kabels in hun hoofd. Ja. En die worden constant getriggerd en die krijgen andere beelden te zien, waardoor die opeens echt weten hoe dat die het gras moeten afdoen, weten hoe dat die een auto moeten repareren. Ik denk dat heel veel ouders dit willen betalen. Ah, gewoon geld voor geven. Ik vind zo het gevaarlijkste mens op de wereld vind ik een moeder die gestresseerd is. Ah, ja. Dat is eng. Maar ik heb, die begaan moorden. Ik denk dan, maar die ontwijk je toch ook in de winkel. Die laat je voor aan de kassa. Ja. Want doe maar, schat, ik het doe maar. Die is zo gespannen. En je denkt, als die nu een mes heeft, die snijdt mijn keel open. Dus als je tegen die vrouw zegt, zeg, voor 1.000 euro per jaar kan ik iets voor u regelen. Hè? Die betaalt dat direct. Hey, ben jij niet van kind in geen zin? Ik heb iets voor u. Hoe gaan wij die moeders ontstressen? We gaan all the way voor die moeders. Let's go. We zeggen, okay, we zetten jullie op een privéjet en die mogen dan met 5 vriendinnen naar zo'n party-eiland gaan. En die mogen helemaal uit hun dak gaan. Voor 3 dagen lang. En na 3 dagen hebben die hun lichaam zo hard vergiftigd en gedaan dat die zoiets hebben, ik wil terug gewoon leven. Ah ja. Snap je? Soms als je en dan zo zijn ze blij. Blij zo. Met die gewone kinderen. Zo. Ja. Dat is ook zo mijn trucje. Een beetje shocktherapie. Ja. Ah. Dan wil je zo, weet je niet, als je zo te gestructureerd leeft, dan wil ik daarna altijd zo even zuipen en pita's en alles, roken, alles door elkaar.
Om dan terug... Pita's. Pita's! Ja. En dan zo na 3 dagen, dan wil ik terug mijn gewoon leven. En dan denk ik, waarom doe ik dat? En dan zo, te veel gerookt. En dan heb ik terug zin om gewoon te leven. Mm-hmm. Dus misschien is dat wel een hele goede truc. Zo wat Escape Airlines. Ja. En we sturen ze een vliegtuig vol met moeders. Zo. Nee. Direct gewoon aan de champagne. Zodat ze gaan smeken om terug naar huis als te mogen. Als dit horen, gaan die ons al vergeven van al die gemene dingen wat dat we gezegd hebben. En ik denk ook als wij zo een groep acteurs die heel hard lijken op de mama en de papa, bij die kinderen zitten, zodat die kinderen niet het gevoel hebben dat mama is weer weg, omdat ze wel gaan feesten en kook doen met haar vriendin. Pita doen. Pita doen met haar vriendin. Dan hebben die kinderen niet dat verlatingsgevoel. Ja. Verlatingsangst. Oh, ja, we leggen een database aan met lookalikes. Mm-hmm. Of, nog makkelijker, die gaan in die schuif. Zo'n vondelinge schuif voor gewoon zo'n weekendje weg. Op sterk water. En na 3 dagen komen die eruit, gedoucht en al. Die weten van niks. Die denken, we hebben geslapen. En ondertussen... Zo mag je nu tv kijken. Allemaal kabeltjes gehad. Die hebben al een serieuze opvoeding gehad. Die kunnen ook opeens Chinees. Oh. Dat is super goed. Ja, zo eigenlijk een volledige verdoving van de kinderen. En dan kan de mama nog altijd zeggen, ik deed dat voor u, schat. Ja. Want ik wou dat jij Chinees kon. Puur hypothetisch. Iets anders misschien. Kind en gezin houdt zich ook bezig met zo het oplijsten hoe je kinderen pedagogisch verantwoord kunt straffen of zo. Mm. Hoe mogen ze van ons eigenlijk kinderen een keer op hun plek zetten? We hebben zo de paashaas, de kerstman... Wat heb je nog? Sinterklaas. En dan hebben we de beul. Oh. Maar daar ben ik wel mee opgegroeid. Als wij niet sliepen, dan kwam de beul zand in ons ogen. Dat is niet waar! Dat bestaat. Dat was een slecht idee. Dat bestaat al. Shit. Maar dat is wel slim. Ja, dreigen met iets. Zo. En dan de beul, die als je stout bent... Maar die komt dan ook echt. Ja, zo'n of een beetje... onkel. Zo. Ja, en dan is dat niet de papa en de mama die stout. Want de papa en de mama gaan dan nu toch terug willen terug beschermen. Ja, maar je vraagt gewoon aan onkel Guido. Om... Ja, voilà. Oh, het is er weer over aan het gaan. Guido, wilde je dat pak nog eens aan doen? En dan ook een pop meenemen voor dan eerst te onthoofden. Zo. Ja. Of zo'n jute... Dat gaat er met u gebeuren. Een jute zak, iets waar zo'n gilleke uitkomt. Of zo bloed. Ja, we zouden misschien zo'n boek moeten uitvinden met allemaal dingen dat ze aan hun kinderen kunnen vertellen. Mijn schoonbroer heeft nu onlangs een valse hartaanval gehad na het drinken van cola. Omdat mijn nichtje begon interesse te tonen in cola. Maar alleen. Ja. En ze hebben echt zo'n hele dingen aan scène gezet dat hij dan cola dronk en hij is dan neergevallen. En mijn zus, die dan probeert te reanimeren. En sindsdien heeft hij keihard bang van cola, want ze voelde van, die gaat in de frigo ooit eens een dag cola beginnen drinken en mijn zus wil dat absoluut niet. Het is heel erg, maar het is wel goed. Hè? Ja, en nu echt, als je die cola geeft en zegt van, Dina, wil jij cola? Nee, alsjeblieft, nee. Ja, die heeft nu echt bang van cola. Misschien moeten we dan zo'n nummer zoals 112, dat je kunt bellen van, ik denk dat mijn kind niet wilt gaan slapen, het is 7:15. Ah, dat is geen probleem, mevrouw. Dan moet je gewoon dit proberen. Ja, en dan zegt er iemand zo... Dan moet je een keer doen alsof je een hartaanval krijgt. Ja, dat is heel goed. Niet 112, maar 666. Je kunt naar 666 bellen. Ja. We hebben altijd tips. En dat is goed, je kunt daar eerst mee dreigen. Ze zijn er daarmee aan het lachen, hè? Maar dat werd dus wel echt zo gedaan. Hè? Zo gedreigd? Ja, maar je werd toch gedreigd en gemanipuleerd als kind? Ja, dat maar is toch bij mij was dat dan gewoon Sinterklaas of zo. Ah ja, dat ook. Ah ja. De Sint gaat dan geen cadeautje nee, brengen, mama maar dat kunnen niet lang doen. Hè? Mijn mama die had het zo keierig eigenlijk. Die kon zo... Ik heb echt de liefste mama van de wereld. Maar die kon echt... Een echte Griek, die kon keigoed manipuleren. En ze altijd zo... Zeg, kindje, hè, stel je voor dat je zegt de waarheid niet tegen mama. Hè? En mama gaat morgen dood. Altijd. Je kunt dat niet meer zeggen, hè. Dan gaat je heel veel pijn. En die zag dat aan u. Hier is alles. Altijd. Oh my God. En later dacht ik, mama, hoe kon je dat doen? Dat is zo erg, hè? Ja, maar ja, die wist wel altijd alles. Ja. Is er zo'n naam voor zo'n hulplijn dat je dan... Duivelse opvoedtips. Duivelse opvoedingstips, hoe je naar wat? Dat is gewoon permanent bemand. Hij wil niet op het potje. Zeg dat de kaka, als die blijft zitten, hem gaat opeten van binnenuit. Het kaka-monster gaat u opeten. Ah ja, het lukt, dank u. Misschien ook naast papier, karton,
en groenafval, dat je zo kunt zeggen van eens om de zoveel tijd komt er een keer de kinderkar langs. Oh. En ik zet u buiten, hè. En dat is instant een verbranding zo over of zo. Wow. Allee, ik weet niet, ik zou echt... Wat is er met u gebeurd als kind, vroeger? Wat je iets delen met ons? Nee, maar dat lijkt me super. Dan kun je zo vanuit de zetel zeggen... Ze komen morgen, hè. Kinderkar. En dat je je voorbeeldig moet gedragen. Dat is wel, als je zo naar sommige films kijkt, dan denk je van... Hoe fucked up was die regisseur? Wat is er mee gebeurd? Wat heeft hij... En nu denk ik dat ook met u. Maar alleen bij mij! Pardon! Jij wou ze aan draden leggen op sterk water. Ja, hallo! Dat, ja. Dat heeft nog iets chic. Ja. Dat is waar. Een verbranding zo over die voorbij rijdt. Ik vind dat wel goed. Wat kunnen wij doen bij kindjes die niet willen eten? Ja, ik denk, bij ons was dat... Als je niet eet, dan heb je pech. Ik zou dat eigenlijk ook ja, denken, dat is echt waar. En ik had zo mijn buren en zo, die kwamen altijd mijn eten opeten. Oh. Maar ik woonde in een wijk, dat was heel normaal, dat als uw moeder nog aan het werken was, de buren naar u kwamen, dat we hadden geen baby's zitten. Hè. Iedereen gewoon in de wijk, open. Bij iedereen. Ik weet nog dat ik dacht, okay, ik moet echt snel naar huis, ik moet gaan eten, want Fama gaat komen en die eet altijd alles op. Dan moet je snel eten. Dat is een hele goede truc voor kindjes, als die niet wil eten, dat je iemand anders die hun eten laat op. Oh ja. Ja. En dan kun je ook bellen naar 666. Ja. En dan sturen wij een horde kinderen... Die, met honger. Ja, met honger, die altijd hun eten opeten. Ja. Ben hier nog wat hongerige kinderen in de schuifling? Wat is van aan mijn boontjes? Oh, dat hebben ze graag. Zo. Allee, kom, vertrek! Wij gaan ook altijd vernieuwende dingen hebben. Van, hebt u dit al geprobeerd? Druk op 1. Ja, ja. Hebt u dat al geprobeerd? Hebt u dat? En zo een hele stap met allemaal dingen dat ze kunnen blijven proberen. Ja, of van, als je dit nu opeet, dan bel ik nu en boek ik een trip naar Disneyland Parijs. Ja. En dan kunnen ze op luidspreker bellen en dan kunnen ze bij de Duivelse Hulplijn zo'n fake trip boeken en je spreekt er nooit nog over. Het is voor Disneyland Parijs, alsjeblieft. Wij dan... Ja, hallo. Ja. Dat is goed. Gegevens, alsjeblieft. Ah ja, en heeft hij zijn bord leeggegeven? Ah, oei, nee, wel nog niet. Ah ja, nee, dat gaat dat niet gaan, natuurlijk. Hè. En dan is het bijna op en zo... Juist te laat. Oh. Maar wel goed gegeten. Oh. Kleine rakker. Is dat iedere keer opnieuw? Met iets anders. Dingen ook op kinderen steken. Dat hun eigen fout is. Als je zo wilt dat je kind eindelijk zo zijn tutje afgeeft, maar het is zo wat moeilijk, dan pak je die af terwijl hij slaapt. En dan zoiets hebben van, ja, ik weet niet waar die tutje is. Zeg, je die weer kwijt? Weet je wel dat ik aan die tutje heb uitgegeven? Bravo. Ik zal nog eens iets kopen voor u. Ik hou het van uw zakgeld. Ja, zo. Bij ons werd dat wel... Ja, dat is juist. Dan kwam bij ons de poes die halen. De poes was mijn tut komen halen. Ik lieg niet. Jij vertelt dat en ik schrik. En nu denk ik haat poezen. Ik ben zelfs homo geworden. Het heeft allemaal met die tut te maken. De poes van de buren is mijn tut komen halen. Ah, letterlijk? Ja, ik weet dat. En ik denk dat mijn mama tegen alle kindjes dat heeft gezegd. Zeg ik zo, ja. Wij zijn echt in leugens opgevoed. Maar ja. Allemaal ja, toch? Sorry, maar want, een fake hartaanval. Wat wij nog allemaal zo... En hoeveel dingen weet je niet wat die ouders met u gedaan hebben? Ja, ja. Want we zijn hier nu van alles aan het vertellen, absurde dingen, maar dat is toch heel veel echt gedaan, hoor. Nee. Is dit zo onwaar? Ik denk dat echt zo. Die hulplijn bestaat al. Ja. Maar we hebben gewoon geen kinderen, we weten dat niet. Ja, we krijgen dat nummer niet. Nee. Puur hypothetisch. Zeg maar, het liegen voor kindjes en zo, daar hebben wij wel veel voor. Maar wat als een kind begint te puberen? En je moet dan, die spijbelt. Ja, dat is waar. Dat hij begint te roken. Dan kunnen ze minder wat wijs maken. Wat kunnen wij dan aan die mensen aanraden? Het is niet vooral kwestie voor de ouder om zo te denken van fuck, het kan me geen zak schelen of dat er niks van komt of niet. Het is maar vervelend als je er zorgen over maakt. Hè. Ja, maar je wilt toch wel dat je kind een deftig rapport of toch zijn studies afmaakt en zo. Is het niet zo, hoe cooler dat pubers zijn, hoe meer kattenkwaad dat ze kunnen uithalen? Hey, want als je dan veel vrienden hebt, dan slechte vrienden, ga je wiet er ook naar allemaal. Ja. Ja. Dus dat je gewoon... in het begin van het schooljaar meegaat met uw puber naar school. Ja. Als vader met een jurkje aan of zo. Of zoiets waardoor dat ze zeker heel onpopulair worden. En dan zijn ze zeker van, die gaat zich volledig concentreren op school, want die heeft geen vrienden. Ja, of je gedraagt u zelf als ouder als puber, waardoor uw puber denkt, maar zo wil ik niet worden. Zo. Courtney Love is zo'n goed voorbeeld. Die is toch zo rock'n'roll dat uw dochter voor haar is moeten gaan zorgen. Dat is, hè.
Want die moeder komt dan thuis volledig aan de koken en die kleine is dan spaghetti aan het maken voor de moeder. Zie, dat is een goede truc. Je moet de rollen omdraaien. Ja, ja, ja. Jij moet beginnen puberen als je kind zo wat 13, 14 jaar is. Dat is een goed idee. Ik zou tegen je dochter zeggen, oh, ik haat u. Ja, voilà. Ik mag nooit iets van u. En gaat het dan ook zo als puberende ouder zo van huis weglopen en zo uit het raam klimmen en zo stilletjes terugkomen? Of niet terugkomen? Ja. Of zo heel 3 dagen niet terugkomen? En zo, waar zijn jij geweest? Ja. Moet jij niet weten? Ja. Jij bent mijn moeder niet. Ja, dat is waar, ik ben een kind. What the fuck? Ik denk dat dat nog eens zou werken. Ja, en je kind vraagt, mama, we gaan vanavond eten. Oh, fish sticks in de microgolf. Met ketchup. En die kleine die dan zo voor het raam zit tot 6 uur 's morgens. Totdat die moeder terug thuis komt. Ik had gevraagd om te bellen, mama! En dan hem zo naar school moet. Ja, ik heb niet geslapen, want mijn mama die is pas om 6 uur thuis gekomen. Met 3 mannen is die. Ja, fluwe lippenstift. Ik denk dat mijn moeder zwanger is, kan. Ze vroeg aan mij, kun je zwanger worden van tapijten? Dat weet ik echt toch niet. Zij kan dat later het ook doen bij haar dochter. Dan krijgt zij haar puberteit. We verlaten de puberteit naar 40. En wij zijn de generatie die er 2 had hebben. Dat is supergoed eigenlijk. Ah ja, omdat wij de overschakelperiode hebben. Omdat wij ermee beginnen nu. Ja, dat is We hebben er alleen gehad en we krijgen er nog één. Ja, en geen nakomelingen, hè. Want als je zo 70 bent, beginnen te is wat raar. Of ja. Dat je op je 60 nog bevalt. Oftewel, binnen de 3 jaar, oftewel inderdaad 16 jaar later, wie weet, op je 70 zo. Oei, Jan, ik denk wel dat jij eraan moet beginnen nu dan. Tegen allee, dat je dank u. De puberfase hebt. Ja, is waar. Oh, fuck. Kom op. Ga liggen. Ik? En zo geschiedde. Het kind van Jani en Fien. Ik denk ook wel dat het heel makkelijk is als we kinderen van bij de geboorte gewoon een chip geven nu. Om te weten waar die zijn. Ja, maar we moeten daar dan ook stroom op zetten. Ja, gelijk bij de koeien zo in hun oor. Zo. Dat is het extra. En dan kun je op je iPhone instellen. Dan is alles opgelost. Tuurlijk. Ah, geen lust, geen wortelen. En ook, oké, het is 10 uur, jij moet in je kamer zijn. Als je na 10 uur niet binnen de perimeter van je kamer zit... Hup, naar boven. Dan hebben we die verhalen niet nodig van de beul, de kerstman, Sinterklaas en al die dingen. En dan zeg je tegen de pubers, je moet om 1 uur thuis zijn en je een minuut later. En je stelt dat jij kunt slapen, je moet dat gewoon instellen op een klok. En als die niet je huis zijn binnengestapt, dan moeten die zo naar huis fietsen. Zo. Dan bel zo, mama, en dan... kun je dat afzetten? Nee. Ik vind dat een goeie. Ik vind dat heel goed. En heel mensonterend. Oké, we doen de schuiven weg. Ja. We gaan voor elektriek. Puur hypothetisch. Serien, Jani, Bert, bedankt voor jullie antwoorden op mijn debiele vraag. Ik heb geniale dingen gehoord. Maar er kan natuurlijk maar één idee het beste zijn en dat is een kinderbibliotheek waar je kinderen uit een schuif kan uitlenen om een leuke activiteit te doen, indruk te maken op je crush of gewoon je gras te laten doen. Goedemiddag, Hans. Goedendag. Hoe kan ik u helpen vandaag? Ik vroeg me af, is de Jordi nog beschikbaar? Ah, is het weer om wafels te verkopen? Wacht, ik ga een keer kijken, hoor. Ah, nee, de Jordi is vandaag al 3 koningen gaan zingen voor broederlijk delen. Ah, tju toch. Dat meen je niet. En heb je nog een ander klein manipulatief manneke met verkoopstalent? Wacht, kan ik er kijken wat ik kan doen? Ik heb hier Felix, altijd de eerste van de klas, heel goed in wiskunde. Blauwe ogen, Arische krulletjes. Ah, oei, hij zit wel in een rolstoel. Ah, een rolstoel? Oh, maar dat is keigoed. Ja, tuurlijk, dat is fantastisch. Ah, wel, kijk, ik ga hem juist nog even afstempelen, zie. Oh, super. Zeg weer merci, hè. Ah, voilà. Die is tot morgenmiddag 12 uur, volledig van u. Kom eens hier, kleine man. Ja. Doe ermee wat je wilt. We gaan wij vandaag stickers verkopen voor het goede doel, hè, jongen. Merci, hè. Yo, salut. Zeg, Felix, kunnen we wat sneller rollen, man? Time is money, hè. Kom, chop, chop. Maak een applaus, alsjeblieft. Oh, ik vind het spijtig. Ik vond het echt niet leuk. Elk mooi ding heeft een einde. Het was aflevering 20 van Puur Hypothetisch. Ik heb nooit gedacht dat we het zouden overleven. Dat is crazy. Hier zijn we. Dat is echt gek. Het was een eer om u erbij te hebben. Ja, het was echt leuk. Ja, ik snap dat. Puur Hypothetisch.